Ja, deze som, som 3, en die is tot en met f exact dezelfde som. Lukt dit nu niet, maak dan eerst diagnostische toets 2 eventueel met het filmpje. En bijvoorbeeld alleen som C en D. En denk je, oh ja, zo zat het. Want deze is net iets moeilijker. We gaan gewoon beginnen. En het is natuurlijk niet de algemene uitleg, hè? Dus dit is alleen uit het V1-boek. Dit is allemaal van het HV1 en V1-boek. Alles. Tot de rode streep. Tot de rode streep. Nou, kijk. En wat je hier dus moet doen, die uitleg hiervan, ja, dat staat in een ander filmpje. Ik ga hier gewoon de sommen doen. Nou, mijn tip aan mijn leerling is altijd, zet hier even een keerpunt tussen. Dat maakt het voor je makkelijker. Niet. Iedere docent vindt dat goed. Sommige docenten zeggen, ja, dan moet je hem eerst overnemen en dan pas die keerpunt zetten. Maar dan weet je wel van je eigen docenten. Nou, we gaan hier nu 5 keer de eerste doen en 5 keer de tweede. Dus hier krijg je 5 keer a, dat is 5a. En je hebt 5 keer de min 2b. Nou, dit is even een kladje. 5 keer de min 2b. En dat is dan min 10b. Min 10b. Was het nu positief geweest, had ik hier een plusje moeten schrijven, maar het wordt negatief. Dan gaan we naar som B. Heb ik nou het antwoord opgeschreven? Even kijken hoor, ja. Dan gaan we naar som B. En som B, dat is een gemene. Want daar staat het minnetje er los voor. En ik ben wel blij dat ze die nu doen. En dan kan ik hem eerst nu uitleggen. En dan komt hij straks hier vast ergens ook nog een keer. Oh nee, ja, hier. En dan snap je dit principe al met dat minnetje los ervoor. Nou, wat zegt nu het nakijkboekje of het boek? Hoe legt het boek het uit? Het boek zegt, hé, dit is eigenlijk min 1 keer. En dat is ook zo. Ik ga straks een andere manier laten zien, heel snel hoor. Kijk, en dan doe je dus de min 1 keer de 3a. En de min 1 keer de plus 6b. Nou, dan krijg je dus hier min 3a. Want min keer plus wordt min. En min keer min 1 keer plus 6b wordt min 6b. Dus je antwoord is hier min 3a min 6b. Dan mag je het nou niet samen nemen, hè? Want a en b'tjes, dat zijn verschillende dingen. Dus dan laat je hem zo. Wel altijd kijken kan die nog samen, zeker bij die langere sommen hier bijvoorbeeld. Nou, hoe kan het nu ook? Nou, wat je ook kunt doen, is dat je zegt, nou, ik zet deze niet ertussen. Ik zet deze niet ertussen en ik ga het gewoon als het tegengestelde zien. He, en dat is wiskundig gezien, mag je dat doen hoor. Je neemt het tegengestelde van de eerste en je neemt het tegengestelde van de tweede. En wat is nu het tegengestelde? Min 7 en 7 zijn elkaars tegengestelde. 8 en min 8 zijn elkaars tegengestelde. Dus dan pak je het tegengestelde van 3a, ja dat is de min 3a. Het tegengestelde van plus 6b is min 6b. En dat is sneller. Ik zeg wel tegen mijn leerlingen, doe de min keer de 3a en de min keer de plus 6b. Dat is wiskundig gezien fout, want dit mag helemaal niet zo. Hè? Wiskundig gezien klopt dat niet, maar als ik het zo zeg, weten mijn leerlingen wat ze moeten doen. En als je maar weet dat het wiskundig gezien niet helemaal klopt, dan is dat oké. Okay. Ja, je uitkomst klopt wel, maar je mag het zo niet zeggen. Je mag nooit zeggen de min keer dat en de min keer dat. Dat mag niet. Maar als jij het in je hoofd zo wil doen, is dat prima. Dat was deze. Maar het beste is, beter is het tegenstelde van de eerste, het tegenstelde van de tweede. Dan pakken we som C. En dat is min 3. P min Q. Plus 5. Q min 2P. En ik moet even kijken of ik het goed heb overgenomen hoor. Want zo wel later op de dag als ik het opneem, dan sluipen dat soort foutjes sneller in, hè? Dit moet je zien als twee stukken. En bij herleiden geldt altijd, wat met een keer aan elkaar zit, is één stukje. En dan maak je per stukje netjes. Nou, dit is één stukje, dat zit met een keer aan elkaar. En dit zit met een keer aan elkaar. En dan heb je dus eigenlijk hier zo'n scheur. En dat is eigenlijk hetzelfde principe als dat ik jullie strepen laat zetten. Wel nergens doorheen zetten. En langer, anders is het net een 1. Voor je het weet heb je een. Als je bijvoorbeeld achter een 3-streep zet, heb je zo 31. Dus je moet daar wel om ook echt lang tekenen. Nou, dan gaan we hem uitrekenen. Dan doe je dus 3 keer de e, min 3 keer de eerste en min 3 keer de tweede. Nou, de eerste is p en de tweede is min q. Dan gaan we naar de achterste. De plus en de min horen bij wat erachter komt. Dus dan doe je plus 5 keer de q en plus 5 keer de min 2p. Nou, ik maak daar even een kladje en dan gaan we het uitrekenen. Nou, min 3p. Oh, ik heb opeens bruin. Ja, is ook mooi hoor, maar ik denk dat het voor jullie fijner is als ik een iets donkerdere kleur pak. Zo. Dan krijg je dus min 3p, hè, want min 3 keer p is min 3p. En min
3 keer min q wordt plus 3q. Deze gaat vaak fout. Maar het is min keer min, dus dat wordt plus. Dan krijg je plus 5q. Gewoon, hè. En dan doe je de plus 5 keer de min 2p. Dat wordt min 10p. Nu kijken, kan die korter? Altijd als je een leidsom maakt, kijken, kan die korter? Want soms kan die gewoon nog korter. En het is zonde als je die punten laat liggen. Nou, wat kan nu korter? Sowieso dit stukje. Dit stukje sowieso natuurlijk. En dan hebben we nog deze twee. Die kunnen ook nog bij elkaar samengenomen worden. Want dit is met de variabele p en die ook. Nou, dan krijg je dus min 13p. Want je hebt 3p tekort en je haalt er nog eens 10 af. En dit is plus 8q. Dus dit wordt min 13p plus 8q. Dan gaan we naar som d. En bij som d komt hij met zo'n losse min ervoor. Min p min q. En dan min 5p min q. Nou, onthoud goed. De min hoort bij wat erachter komt. Het zijn twee stukjes. Zo. En nu... Oh, even anders zitten. Nu gaan we de haakjes weghalen. Daarna gaan we kijken, kan het nog korter? We pakken het tegengestelde van p en het tegengestelde van min q. Dus het eerste wordt min p. Hè, want het tegengestelde van p is min p. En het tegengestelde van min q is q. Dus dit wordt... Eigenlijk zou je zeggen, plus q eigenlijk. Dus dit wordt plus q. Staat hij aan het begin, dan schrijf je zo het plusje natuurlijk niet. Maar staat hij daarna wel. Dan krijg je het tweede stukje. En bij het tweede stukje ga je de min 5, let op dat je die min meeneemt. De min hoort altijd bij wat erachter komt. Hè? Min 5 keer de p en min 5 keer de min q. Dan krijg je hier dus min 5p. En hier krijg je min 5 keer min q. Min 5, dit zijn kladjes, hè, is dus plus 5q. Oké, plus 5q. Dan gaan we nu kijken, wat mag ik nu nog samen nemen? Nou, dit is eigenlijk weer zo'n stuk waar je strepen zou kunnen zetten, maar dat hebben jullie misschien bij dit stukje al niet meer nodig. Dan gaan we kijken, wat kunnen we nog samen nemen? Dit is met de p. Even kijken, q, nee, ah, dit is ook met de p. Ja, ik doe verbaasd, maar ik had het al gezien hoor. En de plus q zit er nog ergens heen. Even kijken, kijken. Oh ja, hier, hoppatee. Nou. En dan krijg je dus, je hebt 1 keer p tekort, dan haal je nog eens 5 vanaf. Dan heb je er dus 6 tekort. Dus dit is min 6p. En dan heb je plus 1 keer q plus 5 keer q. Dat is hetzelfde als plus 6 keer q. Want als je eerst 1 keer q erbij optelt en daarna tel je nog eens 5q erbij op, dan tel je dus in totaal eigenlijk gewoon 6q erbij op. Dan gaan we naar som e. En dan is het HAVO-VWO-boek bijna klaar. Maar kijk gerust deze ook mee hoor. Want dat zijn gewoon wel mooi om te zien misschien. Som E. 18 eraf. En dan A min 12. Nou, bij dit type som. Als je het op gevoel doet. Gaan heel veel mensen die 18 keer de min A doen. Dan gaan ze allemaal dit soort dingetjes doen. Doen ze de 18 keer de min A. De 18 keer de min 12. Dat is fout. Want als je nu goed kijkt. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Hier staat eigenlijk... min 1 keer. Maar je zou ook kunnen zeggen, als ik kijk hoeveel stukjes bestaat deze. Ja, dit zijn maar twee stukjes. De 18 is gewoon een los getal, hè. Kijk, als die 18 hier had gestaan, dan had hij daaraan vastgezeten met een punt. Maar daar staat hij niet. Hij staat echt als een los stukje. Dus dat moet je echt los zien. En hoe deden ze dat nu in het boek? Nou, in het boek hebben ze dan zo'n scheurlijn getekend. Daar een scheurlijn, daar een scheurlijn. En onthoud dan, de plus en de min hoort bij wat erachter komt. En nu zit de scheurlijn dus niet hier, wat heel veel mensen soms nog denken, maar die zit hier. En dan is dit stukje gewoon het tegengestelde van a, het tegengestelde van min 12. En je kunt ook zeggen, god, dit vind ik fijner, dan zet je dat er gewoon voor, hè, dat mag. Het kan zijn dat je docent zegt, nee, dingen er pas bijschrijven als je hem hebt overgenomen. Dan is het natuurlijk een ander verhaal. En ik kan me voorstellen dat je docent dat zegt. Nou, het tegengestelde van a. Het tegengestelde van a, dat is min a. Dus dit wordt min a. Het tegengestelde van min 12 is plus 12. Dus dit wordt plus 12. Dan even kijken, kan die nog korter? Maar je ziet het gebeuren, hè? Want ik schreef de is gelijk al aan. De is gelijk aan, schreef ik al op. Nou, dit is dus 18 min a plus 12. En dan kun je deze twee... eigenlijk nog samenvoegen. Dat wordt 30. En dan krijg je dus 30 min a. Het nakijkboekje schrijft hier ook wel eens min a plus 30. Maar als dat van jouw docent niet per se hoeft, de letters vooraan, doe het dan niet. Want je kan er alleen maar fouten mee maken. En wiskundig gezien is het gewoon hetzelfde. Dan gaan we naar som f. Ja, som f. Zo. 3.
keer 4a plus b min 4 keer a min b is gelijk aan. Nou, dit is echt weer zo'n stuk met zo'n som met twee stukjes. Je hebt drie keer dat, dit is het stukje. En je hebt eraf vier keer en dan het stukje erachter. Dan krijg je hier drie keer de 4a en drie keer de plus b. Dan krijg je hier min 4 keer de a en min 4 keer de min b. 3 keer 4a is 12a. 3 keer plus b is plus 3b. Hier moet je eventjes heel goed opletten. Je doet de min 4 keer de a, dus die lukt wel. Maar let even goed op, je doet ook de min 4 keer de min b. En dat wordt dus plus 4b. Plus 4b. Even kijken, hoe heb ik hem? Ja. En dan gaan we kijken. Ik ben altijd bang dat ik een overneemfout maak aan het eind. Dat hij helemaal alsnog over moet. Heel de som, maar dat is nu niet. Dat ziet er goed uit. Dan krijg je dus hier eigenlijk deze stukjes. Maar misschien heb je die streepjes al niet meer nodig. Hè? Misschien zie je het nu echt al zo. Van oké, 12a plus 3b min 4a plus 4b. Dan ga je kijken, wat zijn dezelfde dingen? Ik heb hier iets met getal a. Dat mag ik nog samen nemen. En ik heb hier iets... Oh, dat is niet te zien. Even ander kleurtje. Hoppa. Plus 3b plus 4b. Nou, dan gaan we eerst kijken naar die a'tjes. 12a min 4a is 8a. En plus 3b plus 4b is plus 7b. Dus je antwoord is hier 8a plus 7b. Of 7b plus 8a, dat mag natuurlijk ook. Nou, het HAVO-VWO-boek is nu klaar. Maar kijk gerust mee met de rest als je het wil weten hoe dat werkt. Min 3 keer p min q. Eraf 5q keer min 3 is gelijk aan. Nou, dit zijn twee stukken. Dit stuk herken je uit kern 1, denk ik. Maar eigenlijk, hoe pak je nu zo'n som aan? Kijk even, wat zit, verdeel hem eerst in stukken. En wat voor soort het dan ook is wat je per stukje goed moet maken. Kijk eerst even, wat zijn eigenlijk die stukjes? Dus schrik niet dat je allemaal dingetjes door elkaar ziet. Nou, dit is min 3 keer p min q. Daar loopt een stuk. De min hoort altijd bij wat erachter komt. En dit is ook één stuk, want dit zit eigenlijk ook nog met een punt aan elkaar. Dus hij bestaat uit twee stukken en dan gaan we het per stukje netjes maken. Dus dit stukje gaan we netjes maken en dit stukje gaan we netjes maken. En daarna kijken we, kan het nog korter? Nou, dan krijg je hier min 3 keer de p en min 3 keer de min q. Die heb ik al ergens gehad. Zie je, dat is eigenlijk deze. Dat is dezelfde. Dus min 3 keer de p en min 3 keer de min q. Dit wordt min 3p. Oh, ik zal het even met blauw doen, dan zien jullie het beter. Oh. Zo, dat is dus min 3p. En dan krijg je nog min 3 keer min q wordt plus 3q. He, want min keer min wordt plus. Heel veel laten hier die min staan. En dan krijg je het tweede stukje. Ja, dat is een ander verhaal. Wat is er nu met het tweede stukje aan de hand? Nou, dan pak ik even mijn kladje erbij. En dit is min 5q keer min 3. Ja, dat is hetzelfde als min 3 of min 5 keer min 3 keer q. Ofwel plus 15q. Je kunt ook zeggen een min en nog een min, dat wordt het antwoord plus. Dus dit wordt plus 15q. Dan ga ik kijken, kan ik het eigenlijk nog wat samen nemen hiervan? Nou, dan heb je nu de drie stukjes. En deze, die zijn met dezelfde variabelen. Dus die p, ja, daar heb ik niks wat hetzelfde is met ook nog met p'tjes. Maar deze kan ik nog wel samen nemen. En dat is plus 18q. Want ik tel er eerst 3 keer q bij op. En daarna tel ik nog eens 15 keer de getallen bij op. Ja, dat is hetzelfde als 18 keer de getallen bij optellen. Dus dit is min 3p plus 18q. En dan de laatste. Dat is een hele lange som. Even vast een klapblaadje. Oh, dat kunnen jullie niet zien. Wacht even. Zo. En daar komt die som h. Dan ga ik even proberen wat kleiner te schrijven, dat hij er zeker op past. A min 2b. En eigenlijk moet je heel veel papier juist gebruiken. Schrijf ruim, sla regels over. Dan maak je gewoon ja, minder slordigheid fouten. Dus dat adviseer ik met de toets ook. Echt neem de ruimte. Schrijf breed. Laat de regel open. Hè? Op je toetspapier. Echt doen hoor. Zo. Maar ja, bij mij moet wel op mijn scherm passen. Oké, gaan we eens even kijken hoeveel stukjes zijn er. Nou, dit is één stukje, dat zie je denk ik wel. En nu komt er een lastig iets. Nou, dit zit met de punt aan elkaar. En de min hoort bij wat erachter komt. En zo kun je ook zeggen, hé, dan moet dit wel een stukje zijn. Een andere manier is, wat zit nu met de punt aan elkaar? Plus 4a. Ja, en dan stopt dit.
He, dan krijg je min 2b. Dus dit is het einde van het stukje. Alleen dingen die met een punt aan elkaar zitten, dat is één stukje. Dan gaan we kijken. Dit is 5 keer de a. En 5 keer de min 2b. Dit is min 2b keer de 5. En min 2b keer de min 3a. Nou, daar gaan we. Dit is 5a min 10b. Die heb ik volgens mij ook al gehad. Ergens. Ja, hierbovenin. Dat is de openingssom. 5a min 10b. Want je doet 5 keer de a en 5 keer de min 2b. Let op die min. Dan schrijf je gewoon op plus 4a. Dat stukje is gewoon helemaal netjes. En dan gaan we dit stukje netjes maken. Dus je verdeelt hem eerst in stukjes. Dat zijn er 3. En stukje 1 en 3 moet je nog even netjes maken. En daarna gaan we kijken, kunnen we het samen nemen. Nou, min 2b keer 5 is hetzelfde als min 2 keer 5 keer b is min 10b. Dus dit wordt min 10b. En dan kom ik bij de laatste. Dat is ook net de lastigste, denk ik. Ja, dat is min 2b keer min 3a. Let goed op, hier staat ook een min, hè? Dus het wordt min keer min. Ja, min keer min, dan weet je al, je antwoord wordt plus. Hè? Want je hebt een min keer de min. En dan heb je nog 2 keer de 3 keer de a keer de b. En dan zeggen sommige leerlingen, ja, maar waar zijn die minnetjes dan? Ja, die heb ik eigenlijk al opgelost. Die heb ik al geregeld. Want min keer min doet plus. Ik weet al dat het dus plus wordt. Vind je dat nu? Heb je zoiets van, ja, sorry hoor, maar dat snap ik niet. Dan doe je het gewoon zo. Min 2 keer min 3 keer a keer b. Zet de letters op alfabetische volgorde. En dan krijg je min 2 keer 3 is 6. Dus dit wordt 6ab. Dus heb je min keer min, dan weet je eigenlijk al dat je antwoord plus wordt. Maar let op, het wordt plus 6ab. Niet hier zomaar 6ab schrijven, nee, plus 6ab. Dan gaan we kijken, wat hebben we hier nog aan dezelfde dingen? 5a plus 4a. En misschien als die zo lang is, tenminste uit mijn klas weten sommigen niet, als het zo lang is, die het fijn vinden. Maar zet lange strepen, hè. Zet lange strepen. Want als je na een 3 een streep zet, zet hem zo, dan is het net 31. En zet hem niet door een minnetje heen. Want dan heb je plusje gemaakt. En dan hebben we min 10b, min 10b. En dan heb je los nog gewoon de plus 6ab. Dus 5a plus 4a is, verkeerde kleur, 9a. Min 10b, min 10b is min 20b, niet 0. Je hebt het 10 tekort van het getal b en je haalt hem nog eens 10 af. Dus min 20b en dan plus 6ab. En dat is ze. Nou, dat was een hele goede som om te oefenen voor de toets. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!